het een luchthaven voor zweefvliegtuigen, maar ooit vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw was het een echt vliegveld. En in die periode werd het ook gebruikt door rijke Rotterdammers om naar Knokke in België te vliegen voor een avondje casino. En toen sprak men ook wel over het miljonairslijntje. Dag Lennart Maas, dit was dus vroeger echt een vliegveld. Dit was echt een vliegveld, een ontzettend druk vliegveld zelfs. Je staat hier op historisch terrein. In 1930 toen werd officieel hier het vliegveld min of meer in gebruik genomen. In 1934 is dat stationsgebouw wat je daar ziet gebouwd, kwam er een radiobaken. Vlak daarna de vuurtoren, die werd toen geschilderd als extra baken. En vanaf dat moment liep het storm met het vliegveld Westerschouwen, zoals het aanvankelijk heette. Het is pas later omgedoopt naar Haamstede. En in juli 1937 werd hier de 25.000ste passagier verwelkomd. Dat was voor die tijd gigantisch, want je moet je realiseren. Er werd toen gevlogen met Fokker 12's en er konden 10 tot 18 passagiers in. Dus eigenlijk was vliegveld Haamstede hot. Hot zelfs zo groot dat het na Schiphol en Waalhaven het derde grootste vliegveld van Nederland was. Het was zo populair dat de lijn doorgetrokken werd naar Vlissingen. Want Vlissingen had ook een vliegveld langs het strand. En van daaruit kon men op Knokke vliegen. In 1929-1930 werd er in Knokke een heel groot casino gebouwd. En in het toen nog redelijk calvinistische Nederland mocht niet gegokt worden. Dus rijke industriële bankiers gingen daar naartoe om te gokken, te eten. Gewoon een lekker weekendje weg. Vandaar dat de naam miljonairslijntje is ontstaan. Want het waren voornamelijk miljonairs die naar Knokke gingen om vertier te zoeken. Maar dat was het lijntje dus van Rotterdam naar Knokke. En wat heeft Haamstede daar dan weer mee te maken? Ja, vluchten die duurden niet zo lang. Want je moet je voorstellen, die Fokker 12 die had 3 motoren. En weinig opslagruimte voor brandstof. Dus met een uurtje vliegen moest hij naar de grond toe om bij te tanken. Het enige tastbare wat er nog over is van het vliegveld uit de periode 1930-1939. Dit is de oude start- en landingsbaan. En nu? En nu ligt het hier te liggen.